Welkom terug bij Fighters Magazine. Een van de meest tot de verbeelding sprekende karate-stijlen is wel het Kyokushinkai. Gesticht door de legendarische Masutatsu Oyama, is het een stijl die stormenhand de wereld veroverde. Een aantal jaar geleden overleed de stichter Oyama en de stijl is sindsdien in beroering. Hardheid, breektesten en ijzerdiscipline, dat zijn allemaal zaken die hoog in het vaandel staan bij het Kyokushin Karate. En dan maar een kijkje naar het Kyokushin oude stijl. Dat nog steeds beoefend wordt in Nederland door deze man bijvoorbeeld, Sjaak van der Velde. Met zijn club Musashi houdt hij het gevoel van het Kyokushinkai hoog. De ware spirit van Masuyama is niet dood. En altijd weer dat groeten. Belangrijk in het Kyokushinkarate. Marius Goedegeburen, een van de twee leraren hier, samen met Sjaak van der Velde, zorgt hij ervoor dat de discipline gehandhaafd blijft. De knokkels hebben het zwaar te verduren bij het Kyokushin Karate en dat komt omdat die voornamelijk gebruikt worden voor het maken van breektesten. Toch is er nooit iemand die klaagt. Goed leren erin zitten. Rob, en staan. En span aan. Nou, het is natuurlijk met dit karate zo, je doet het of je doet het niet. Er is geen tussenweg. Als je het doet, doe je het goed. Of je laat het helemaal na. Degene die hier komt, die weet waar hij aan begint. En als hij het niet weet, komt hij daar binnen zeer korte tijd achter. En dan selecteert het zichzelf. En steeds weer dit woord. Binnen het Kyokushinka is het zo dat het oesh ook als bevestigend wordt uitgeroepen. Dus ik vraag de leerlingen wat en dan zeg ik maar kata en roep hun oesh. Dat is een teken dat hun het goed begrijpen wat ik heb uitgelegd. Oesh betekent ook als je iemand tegenkomt in de dojo of in de kleedkamer. Oesh, ik groet u. Dat betekent een stukje respect niet op anders toe. En als je weggaat? Roep je weer oesh. Als je te vaat was misschien legaal? Zodra je de dojo uit bent, dan roep ik geen oesh meer. Respect voor elkaar, dat staat hoog in het vaandel bij Kyokushin Karate. Toch ligt er een enorme nadruk op de breektesten. Waarom is dat eigenlijk? Nee, maar het is ook niet om te bewijzen dat je hard kan slaan. Het is een middel om te laten zien dat je doeltreffend kracht kan overbrengen met een stukje techniek wat je aangeleerd hebt. Je zal ook zien, het breken heeft niks met kracht te maken, maar mijn inziens meer met techniek, snelheid en een stukje discipline. Die barrière moet je gewoon zelf overwinnen. Het is gewoon een keer zelf doen. En als je eenmaal de eerste keer gebroken hebt, wordt het steeds makkelijker. Mike van der Velde is 14 jaar. En hij heeft het Kyokushin Karate met de paplepel ingegoten gekregen. Het is een groeiproces. Als je hier binnenkomt, dan word je niet gelijk vol in het kruis getrapt. Ook niet helemaal verrot geslagen met een bamboestok. Je moet groeien en in de loop van de maanden of soms zelfs jaren binnen het Kyokushin Karate bereik je een niveau dat je dit niveau pas bereikt. Dit ziet er een beetje griezelig uit in het begin, maar de Kyokushin Karateka's worden getraind om hun spieren op elk willekeurig moment te kunnen aanspannen. Wij doen dat altijd vanuit Sanshin-datsi. Dat is een bepaalde stand, dan kun je elke spier van je lichaam spannen. De voet die erin komt, die nadert niet het kruis, maar die wordt van tevoren eigenlijk afgeremd en opgevangen door de binnenkant van je duimbeenspieren. Het Kyokushinkai Karate is compromisloos. Ook het sparren wordt gedaan zonder beschermers. De vuisten bikkelhard. Kyokushinkai Karate is direct. Dus niet de sier, maar de doelmatigheid. De efficiëntie, dat staat eigenlijk voorop. Niet alleen met de vuist wordt er gebroken, maar ook met de elleboog. En Sensei Sjaak van der Velde laat zien hoe. 14 blokken gasbeton gaan hier aan gruzelement onder het waarderende applaus van de leerlingen.